ComCorrect opent Kinderboekenweek in Apeldoorn. Vandaag startte het jaarlijkse Kinderboekenweek. Thema dit jaar: superhelden, heldenmoed en dapper zijn. Op de basisschool De Rank waren twee leden van de breakdancegroep ComCorrect, die door heel wat Apeldoornse jongens en meisjes als helden worden gezien. Zij openden al dansend de Kinderboekenweek in Apeldoorn. Toch werd ook de nadruk gelegd op de helden die in de boeken voorkomen. Naast de school stond de boekenbus, waardoor de kinderen gelijk een boek van hun helden konden lenen. Het CODA had een lijst samengesteld met de meest beroemde en geliefde helden. Roelie, kun je vertellen waarom er dit jaar voor het thema superhelden is gekozen? Dat is een eerbetoon aan de superhelden die in de boeken voorkomen. Zijn dat er veel? Ja, er zijn er heel veel. We hebben heel veel boeken over superhelden. Ja. Kunt u misschien een paar voorbeelden geven? Nou, Paul van Loon, Dolfje Weerwolfje, is natuurlijk een uitstekend voorbeeld. En we hebben een hele lijst samengesteld in CODA waar ze op staan. Ik zal hem even pakken. Dat is de keuzelijst kinderboeken. En daar staan alle boeken in met superhelden, helden die in de boeken voorkomen. Ja. Kunt u een paar voorbeelden geven van de titels die daarin staan dit jaar? Ja, dat is de Weerwolfbende van Paul van Loon. Die krijgt ook het uiltje op het kinderboekenfeest uitgereikt. Mirjam Oldenhaven heeft Mees Kees geschreven. Maren Stoffels heeft Met mijn ogen dicht. Het zijn allemaal boeken die door de kinderen ook uitgekozen zijn als top 10 boeken. Zijn die boeken gekozen door Apeldoornse kinderen? Deze boeken zijn gekozen door Apeldoornse kinderen. Colin, jij hebt net een boek geleend. Welk boek is het? Het is Spekkie en Sproek en een geheimzinnige tekening. Het klinkt wel heel spannend. Denk je dat het een spannend boek is? Ja, ik denk het wel. Ik heb de achterkant nog niet gelezen, maar ik ga hem voor mijn boekenbouw gebruiken. In welk boek heb jij gepakt? De Oolijke Tweeling in de Musical. Denk je dat het weet je al een beetje waar het over gaat? Of? Ja, want ik heb hem al gelezen. Alleen, of ik heb hem al een stuk, alleen ik heb hem verlengd dat ik hem nog helemaal kan uitlezen. Is het nu zo dat het in de boekenbus tijdens de Kinderboekenweek ook net iets drukker is dan normaal? Kunt u daar iets over zeggen? Ik vind het wel drukker in de boekenbus, ja. Ja. Gewoon meer kinderen die denken, hey, Kinderboekenweek, laat ik dan toch maar eens even een boek uitkiezen. Ik denk het wel, ja. Ja. En ze kiezen ook echt de boeken uit die waar superhelden in voorkomen. De Kinderboekenweek duurt nog tot en met 15 oktober.